Ja, ik doe nog even een afsluiting. Vol. Dit wordt nieuwsuitzending 112. Zullen jullie niet in paniek raken? Ik ben er nog steeds bij. Even zoeken waar ik gebleven ben. Precies hier. Ik was iets vergeten de vorige keer. En ik gebruik deze derde. Dit kan je ook als een... De super samenvatting zien. Hè? Ik zal nog heel even inleiden voor jullie. Dit is de website van Wim Dankbaar. En het gaat over de zaak Marianne Vaatstra. Er is de moord op gepleegd. En nu al die jaren na dato heeft Wim Dankbaar daar weer op gepubliceerd. Kom op. Ja, dankjewel. En wat ik in de vorige uitzendingen vergeten was, is dit. Kijk, ik heb in de vorige uitzending wel stilgestaan met dat hier dus Aafke staat. En daar staat Afi. Dat zijn twee verschillende termen. Twee verschillende woorden. Twee verschillende namen. En waar ik in de vorige uitzending niet bij heb stilgestaan, is dit verschil. Mevrouw Bruning staat hier. B-R-U-N-I-N-G. Hier staat kijk wat we snel vindt. Ja, hier is hier. Dus is twee. Ja, op zich is een beetje verwarrend. Maar hier staat dus een andere term. Hier staat B-R-U-I-N-I-G. Bruinig. En hier staat Bruning. Nou, Afi en Aafke. Hier staat hierboven, hier staat Aafke. Ja, dat waren dan, dat geeft al aan dat er twee notulisten waren. En er waren maar 5 mensen aanwezig. En 1 van deze 5, die heeft dus de notulen gemaakt. Voor deze dan, hè. En die andere, die heeft dit gemaakt. Of dit waren de vragen die de familie Vaatstra van tevoren had opgesteld. En toen spraken zij dus over Afi. En toen hebben ze dus in het officiële verhaal hebben ze dat veranderd in Aafke. Ja. En in de familie werd er dus gezegd dat er een mevrouw Bruning van de recherche, dat die gebeld is, of dat een mevrouw Bruning de recherche gebeld heeft. Dat is niet duidelijk wat hier staat, hè. En dan hier, moet je heel erg naar onderen, dan krijg je mevrouw Bruinig. Hè? Dit is vraag 2. Hier heb je dus vraag 2 met 2 punt, tapje. Nou, en dan hier staat dus vraag 2. Mevrouw Bruinig, recherche gebeld, maar ze wilde niet komen. Waarom is dit overgetypt? Wat is hier aan de hand? En ik vind het gek dat al die jaren na de dood van slachtoffer, dat er op deze manier over gesproken wordt. Ik vind het ook niet leuk. Ik stel het niet op prijs. Ik vind echt dat je dat niet moet doen.
En ik vraag me af of ik er baat bij heb, of dat men er baat bij heeft, dat ik aangifte ga doen tegen Wim Dankbaar. Gewoon een minimale verzoek van hou er mee op. Van hou er dan mee op. Om nog maar te zwijgen over wat hij hier heeft geproduceerd. Dit ga ik niet voorlezen, maar... Ja, wat is dit? Wat is dit? Misschien is Wim Dankbaar wel helemaal... jeetje kreetje geworden of zo. Maar hij is toch miljonair? Dit is pagina 1. En dit is dan... Maar dit is pagina 2. Dit is pagina 1. Kregen ze toch volop. Maar wij als ouders en de burgers hebben nooit wat mogen weten. Alles ging de doofpot in. Kregen ze toch volop. Maar wij als ouders en de burgers hebben nooit wat mogen weten. Alles ging de doofpot in. Dit is toch niet pagina 1? Wim. Jongen, toon berouw. Geef gewoon eerlijk toe. Dit is pagina 2. Of 3. Maar hier staat dus echt... Ja, het is raar geschreven, maar ja. Kregen ze... Nou, dit is een T... Toch volop. Ik kan je ook schrijfles geven, maar heb je dit zelf geschreven, Wim? Heb je dit ingescand? Waarom heb je het niet uitgetypt? Of is dit, van wie is dit dan? Is dit een brief van iemand? Wat staat hieronder? De hoop dat de dader, dat is het laatste. De hoop dat de dader, en dan 2, ooit nog wordt gepakt. Kun je wel vergeten. Dit is dit is Greetje. Dit is politiek, Greetje. De blik af van onze asielzoekers. Dat is een gegeven waar de... recherche. Jee, wat een man. Die C lijkt wel een E. Waar de recherche volledig aan meegewerkt heeft. En dus groetjes M. Mooi man. En de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Ja. Nou, de werkelijkheid is als dit het enige is wat jij te vertellen hebt over de moord op een jonge Friese vrouw, dan wens ik dat je er onmiddellijk mee ophoudt. Maar je mag ook berouw tonen. En dan ga je gewoon vanaf nu, ga je gewoon alles wat je wel weet, netjes op een rijtje zetten en zeggen van de Ali H, de Ali Haha. En die Ali, ha, 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 ha. Maar welke Ali? En hoezo was hij daar? Heb je daar een foto van? Je kan toch niet zomaar zeggen dat iemand iets heeft gedaan, Wim Dankbaar. Omdat je Micha Kat hebt gekend en je bent er samen geweest... En nu weet je alles zeker. En er is een YouTube-film van met Erik Donk. Ik vind het absoluut niet netjes.
En dat wil ik toch wel gezegd hebben. Zonder mezelf te willen verheffen hoor. Want ik ben ook niet netjes. Je mag mij ook betrappen. En dan zeg ik meestal sorry. Ja, soms heb ik van die dingen. En dan ben ik iets vergeten. En dan weet ik achteraf dat ik het beloofd had. En denk ik, KUDT. En dan spreek je uit als kut. Ja, daar heb ik ook spijt. Achteraf. Hè. En ik denk dat, Wim Bulsink. Dan voel ik het weer. Wim Dankbaar. Dat hij dit toch ook moet inzien dat dit niet mag. Ja. En dat hij sorry moet zeggen. Of, en dat zou nog veel leuker zijn. Dat hij gewoon die uitzendingen afmaakt. Maar dan wel heel duidelijk gaat zeggen over welke Ali het nou gaat. En niet een Ali en dan weer de Irikees. En dan weer een Fijak en dan weer een Afghaan. En dan weer een Turk. Nee, een Turk, een Afghaan en een Irikees hadden we toch. Gewoon stuivertje wisselen spelen. Gewoon balletje spelen. Van wie heeft het nou gedaan? Nou, de Afghaan of de... Ja, hou er mee op. Noem me gewoon een beestje bij zijn naampje. Dus ik zie echt uit naar de volgende uitzending. En dit was gewoon even een tussendoortje, lekker kort. En ook een leuke intro voor de mensen die ontzettend benieuwd gaan zijn, Wim. Naar jouw volgende post op jouw website. Ik ga gewoon traffic voor jou genereren. Dat iedereen toe gaat kijken wat je ervan gaat maken. Nou, en jullie luisteraars. Ja, ik vind het echt geweldig dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En op z'n Duits natuurlijk. Je kent hem wel, dat graag op z'n Duits. Zeg ik dan tjus. Dag lieverds.